Als hij die termijn uitzit, is Bruls 18 jaar burgemeester van Nijmegen geweest. Ik vind het geen goed idee. Maar dan klinkt het meteen alsof ik uh, iets tegen Bruls zou hebben. wat ik totaal niet heb. Want het is volgens mij een hele goede burgemeester. Um, maar het heeft veel meer te maken met een visie op macht. en hoe je daar ook tegenmacht tegenover zet. En als je ziet hoe kritisch we als land zijn op Rutte. die te lang gezeten heeft. dan kan ik dat moeilijk rijmen met dit besluit. om hem uh, er langer neer te zetten. Ja. En ook zonder iets negatiefs te willen zeggen over mensen. Met de het kaliber van je wethouders, het kaliber van Paul de Pla, het kaliber van Hubert Bruls als wethouder destijds. Misschien ook, hè, er zijn er nogal meer te noemen, maar echte zwaargewichten, die zie ik nu niet echt. En dan is uh, Bruls wel echt een door de wol geverfde. Ja. Uh, dus ik zie, um, ik zou het voor, het voor de macht en de tegenmacht vind ik het eigenlijk niet zo verstandig om.